Hola, me llamo Tom. Sinds 2 jaar ben ik gepensioneerd en gaan wij 's winters altijd overwinteren in Spanje. Heerlijk. En omdat we daar toch elke keer 3 maanden zijn, wilde ik een beetje Spaans kunnen gaan spreken. Leek me niet alleen heel handig, maar vooral heel leuk. In het begin heb ik me een beetje verdiept in wat internetcursussen, maar daar kom je niet zo heel ver mee. Ik ben ook snel op zoek gegaan naar een opleidingsinstituut waar ze met name in kleinere groepjes Spaanse les geven. En dat heb ik gevonden bij Edicenda. Edicenda maakt iedere keer toch groepjes van studenten die goed bij elkaar passen. Een beetje dezelfde leeftijdscategorie. Het zijn altijd groepjes van 3, 4, hooguit 5 leerlingen. En het bevalt mij prima. Een mooie locatie in Amsterdam. Elisenda is een toplerares. Zij komt zelf uit Spanje, uit Barcelona. Al jaren hier in Nederland. En wat mij vooral heel goed bevalt en wat mij erg heeft geholpen, is dat zij van begin af aan iedereen ervan probeert te doordringen alles in het Spaans te doen. Heb je een vraag? Stel hem in Spaans. Wil je het bespreken met een medeleerling? Doe het in het Spaans. Het maakt niet uit hoe het klinkt, je komt er samen wel uit. Dat heeft mij erg geholpen in de spraak en de woordenschatopbouw, in de grammatica. Helemaal top. Ik ben nu bezig aan mijn derde module. De laatste module was door de coronacrisis een internetmodule. En ook daarvan heeft Elisende iets bijzonders gemaakt. Veel interactieve bezigheden tijdens de cursus. He, veel spelletjes, veel vragen en Elisenda aan de andere kant van de computer. Continu alert inderdaad en verbetering op het scherm aangeven en aangeven waar het niet goed gaat. Kortom, ook dat was prima te doen. Ik ben blij in ieder geval dat er straks weer klassikaal les gegeven wordt en ik sta te popelen. Ik zou niet anders willen. Ik ben voorlopig nog niet klaar met leren. Elisenda, topcursus.